Welkom bij de Kat Coolmo podcast. Hey allemaal, leuk dat jullie weer luisteren naar een nieuwe aflevering van de Kat Coolmo podcast. En vandaag heb ik de gast Ingrid Frenke. Hey Ingrid, welkom in deze podcast. Ja, dankjewel Kat voor de uitnodiging. Nou, heel graag gedaan. Hey Ingrid, ja, wij kennen elkaar een heel klein beetje. We hebben elkaar al eerder gesproken, maar ik vind het heel leuk als jij eventjes misschien jezelf kan voorstellen, vertellen. Wie ben je? Wat doe je? Waar hou je mee bezig? Ja, wie ben ik? Je hebt mij voorgesteld. Ik ben Ingrid Frenken. Ik kom uit het mooie Limburg, gebürtig uit Duitsland. Ik neem aan dat iedereen nog mijn Duitse accent hoort. Ja, en voor de liefde ben ik ruim meer dan 25 jaar geleden van Duitsland naar Nederland verhuisd. Wat ik doe is, ik Frauen ondersteunen, die net als ik getroffen zijn door Borstkanker en er voor open staan, dat Kanker een Signal von je Lichaam ist. Dit doe ik vrij recent nu. Ik heb bijna na 20 jaar dat ik een praktijk heb voor manuele pijnbestrijding, reflexologie en neurofeedback het roer omgegooid om nu deze vrouwen te ondersteunen, omdat ik zelfs, waar ik 3 jaar geleden daarmee geconfronteerd worden ben, gewoon tegen dingen aangelopen ben. En ik vond hier in Limburg niet veel aan ondersteuning. En daar wilde ik nu iets aan veranderen. Wauw, mooi. Nou, mooie missie, denk ik. Ja. En dat was ook inderdaad wel een van de dingen waar we op connecten natuurlijk. Want ik herken dat natuurlijk, het leven met kanker en hoe je, hoe je daarmee omgaat. Of met dat je het hebt gehad. Ik vind het heel interessant. Nou, we gaan er vast nog verder over praten. Maar wat het grappige is, deze interviews die gaan over rijkdom. En ik zie de rijkdom als iets, veel meer dan geld natuurlijk. Veel breder dan geld. En ik was eigenlijk nieuwsgierig naar, wat heb jij van huis uit meegekregen over geld? Wat ik van thuis uit meegekregen heb, is vor allen Dingen, dat je zuinig moet omgaan met geld. Geen schulden maken, also niks op pomp kopen. Heel goed overleggen waar het geld aan uitgegeven wordt. Ik kan niet zeggen dat ik iets tekort gekomen ben, maar mijn ouders hebben heel goed kijken moeten waar geven wij het geld aan uit of niet. We hebben ook als kinder heel leuke vakanties gehad, meer in de thuissituatie. Ach ja, het was gewoon gezellig, ne? Toen ik nog kind was, da was het al iets heel besonders als je eichen eten ging of sonst die dinge. We hebben heel veel, we zijn veel in de natuur wandelen gegaan. Later, waar mijn moeder nog mee werken gegaan is, daar zijn we dan ook met het auto even op vakantie gegaan. Maar voorheen was het gewoon met de buren samen, alle kinderen samen. Mam heeft iets gekocht, meegenomen, picknick. Ik vond het altijd heel gezellig en ik heb dat ook overgenomen toen onze kinderen klein waren. Hebben wij dat ook gedaan. En we vinden het vandaag nog leuk, als we irgendwo uitstapje maken, gewoon dingen meenemen, irgendwo een leuke plek zoeken en dan lekker wat eten en drinken. Ja, wat leuk. Ben je ook opgegroeid in een gebied waar ook veel natuur was, of dat ook heel makkelijk was, dat het ook een beetje als vakantie was? Ja. Waar ik opgegroeid ben, dat was direct aan de bos. En ik woon nu ook weer direct aan het natuurgebied de Mijnweg. Also iedere ochtend ga ik met de hond lekker de bos in. Herrlich, gewoon harte rust, de vogels horen zwitschern, de reeën zien. Laatstens heb ik nog een vos gezien.
Selbst Wildfarken ist mal tegengekommen. Das fand ich wel ein bisschen eng. Ja, oh, ja. Unser Hund doch, er heeft noch einen heel sterk Jagdinstinkt. Und das war, oh Gott, hoppelig, ja, die meint nicht achter Farken aan. Oh jee, ja. Ja. Maar dat is wel, ja, dat is wel mooi, is dat je zo dicht bij de deur hebt. Ja. En het is ook wel avontuurlijk of zo, op een of andere manier. Dat je het dan inderdaad, nou ja, echt wild tegenkomt. Dat is wel leuk. Ja. En ja, als we het nog heel even over geld hebben. Want ik hoor al lang dat jij wel de rijkdom in andere dingen ziet. Maar in genieten en dat soort dingen. Maar waar geef je geld aan uit als jij... Waar ik geld graag aan uitgeef, lekker eten. Echt ja, goede producten kopen gaan. Bioproducten of bij de boer die dingen halen. Ik geef heel veel geld aan boeken uit. Okay. Ja. Kleding vind ik niet zo belangrijk. Vind ik het veel leuker, weet je, voor, ik zeg maar, voor 15 of 20 euro heel mooi truitje krijgen. Dat vind ik voor mij de uitdaging. Iets kunnen kopen wat wel ja, een waardevolle uitstraling heeft. Ne? Het Ik zeg altijd, het is heel makkelijk ja, leuke setjes te kopen als je daar een 300 tot 500 euro aan wilt uitgeven. Maar ja, voor mij is het iedere keer een leuke uitdaging gewoon te kijken, iets moois te krijgen waar ik niet zoveel geld aan uit hoef te geven, wat ik dan toch liever weer investeer in een boek of in een opleiding. Ja, ja, ja. Het is veel meer dat soort dingen. Ja, nee, dat snap ik ook wel. Ja, ik herken het ook wel. En het is inderdaad, ja, als je heel veel geld hebt, dan is alles, dan lijkt het allemaal veel makkelijker. Maar als je weinig geld hebt of als je minder geld wil besteden, dan is het veel meer een creatieve uitdaging. Dat is ook wel het leuke eraan, denk ik. Ja. Ja. Ik ben, goed, mijn man is nu kok van beroep. En ja, weet je, wij geven dan meer geld uit om zalm te kopen. Aufs Campus, weet je, al die dingen. Ja. En dan gaan we het zelfs toebereiden. Waar we dan denken, ja, in het restaurant. Mein Gott, für 5 Scampis ja. Muss ich hier ein 18, 19 Euro von Gericht bezahlen. Ja, ja. Maar jij hebt thuis al een restaurant. Ja, ik heb die luxe. Ne? Goed geregeld. Ja, ik vind het ook heel prettig dat voor 95% mijn man nu kookt. Waar de kinderen nog in huis waren, heb ik regelmatig gekookt. En nu doet hij voor ons koken. Ik ga de boodschappen doen, ik doe de afwas en hij kookt. Lekker hoor, lekker. Ja. Ja. Genieten als ik het zo hoor. En ja, nou ja, goed, over geld uitgeven. Maar stel nou dat jij nog ja, 1 tientje hebt. Niet voor altijd, maar gewoon, nou ja, je hebt even nog maar 1 tientje. Waar zou je dat aan uitgeven? Ik heb het even al gezegd, net is een boek. Ik ben echt verslaafd aan boeken kopen. Okay. Het lezen. Okay. Ja, een boek. En als je geld zou vinden op straat, ze vindt een tientje op straat, zo'n cadeautje, hey, verrassend. Ja, ik zou het oprapen en ja, het aan iets bijzonders uitgeven waar ik het normaliseren niet zou doen. Okay. Daar heb ik overigens nog een heel leuk verhaal over. Dat is mij bijna 1,5 jaar geleden gebeurd. Ik ben naar Duitsland gereden, auto tanken. Ik had geen contant geld bij me, de creditcard, en die werkte niet. Ik moest natuurlijk betalen. Het was op nieuwjaarsdag. En achter mij stond een jonge vent. Die kwam dan aan tegen de verkoopster. Rekent maar bij mij op de kaart mee af.
Ich habe so jetzt noch nicht in meinem Leben mehr gemacht. Ich war helemaal ja, von der Wapper, dass das in der Realität noch kann, dass jemand anders sagt, okay, prima, jouw kaart werkt niet. Ik betaal jou die tankvulling. Wauw. Ja, mooi. Ja. Ja. Dat zijn, ja, en dan meteen ook nieuwjaar goed begonnen. Ja, nou, nieuwe voornemens. Ik ga voortaan mensen helpen. Hoppatee, ik krijg meteen een kans. Ja. Ja. Maar dat is wel bijzonder en dat kan je dan ook wel ontvangen. Dat vind je niet lastig. Ik zou het wel lastig vinden, denk ik. Ja, ik merk ook als ik het nu nog vertel, het is nog steeds zo ja, wonderbaarlijk, ne? Dat mij dit zo overkomen is. Een wildvreemde persoon. Ja, ja. Zo, het is ook heel leuk. Ik doe het wel eens. Maar een kleine bedrag hoor. Met boodschapjes bijvoorbeeld of zo. Ja. Met iemand en dan weet je wel. Dan hebben ze voor mij. En dan hebben ze net niet genoeg geld. En dan moeten ze twee dingen terugleggen of zo. En dan zeg ik. Ach joh. Doe maar bij mij erbij. Is goed. Ja. En het is heel leuk om te doen. Als het moet, het gaat niet over hele hoge bedragen natuurlijk. Maar wel zo van. Of even van. Ja, weet ik niet. Dat je dan. Laatst ging ik flessen wegbrengen. Best wel veel. En toen dacht ik. Ik hoop dat ik iemand tegenkom. Die dat geld wat ik dan daarmee krijg, die dat kan gebruiken. En natuurlijk kwam ik dan weer iemand tegen toen ik de supermarkt uitliep. Van, en toen zei van, wil je misschien een dakloze krant kopen? Toen zei ik, nee, dat wil ik niet. Maar ik heb wel hier heb ik een bijdrage voor je. En dat is echt leuk om te merken hoe mensen dan reageren. En dat dus, ja. Maar ontvangen is een ander verhaal. Ik vind het wel een mooi, bijzonder verhaal, ja. 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 Zijn nog goede, de meeste mensen deugen, toch? Zeggen ze. Ja. Ja, dat is, blijkt ook wel. En mooi verhaal. Als jij, geld geen rol zou spelen, als je gewoon, ja, je hebt gewoon echt heel erg veel geld. Gewoon, het kan eigenlijk niet op. Geldkraan, geldboom. Wat zou je dan, hoe zou je leven er dan uitzien? Ja, ik denk hoe de meesten, zo heb ik dan ook altijd, als geld geen rol zou spelen, dann zou ich beinahe für gratis werken. Warum nicht für gratis? Omdat irgendwo, es muss ein Ortwissling Platz finden. Ne? Ich habe all heel vaak de Erfahrung gemacht, als ihr iets gratis weggeeft, es wird nicht so wadiert und als je een massage wilt hebben of sonst die dingen, het moet je ook iets waard zijn. En dat is de reden waarom ik ook, als ik sowieso in geld zou zwemmen, waar ik het niet voor niks zou doen, wel altijd een kleine percentage vragen. Ik heb al in het verleden het ook zo gedaan, waar ik wist, oké, financiële engpas, weet je wat, dan ga je voor mij nog koken of iets anders doen. Dat is voor mij ook prima. Ja. Ja. Ja, nou, dat, ik denk dat ik ben wel met je eens. Dat als je het zomaar gratis weggeeft, dat mensen toch, dus kijken ze er toch anders naar. En Dus het is een, als je het kan ruilen, dan is het al, voelt het alweer anders. Ja. Maar je zou wel blijven werken, dus als je oneindig geld had. Ja. Ja. Want, je doet het zo graag dat je... Het is een missie, hè? Ja, het is een missie. En ik heb altijd... Ik zie mij in principe nog met 85 werken. Ja, oké. Okay. Oh. Ja. Want vertel er eens iets meer over. Want hoe is het zo gekomen dat je dit bent gaan doen? Hoe het ertoe gekomen is, ik heb eigenlijk al als jong meisje herhaaldelijk diezelfde droom gehad, waar ik als Eni Blanke bij een stam Indianen woonde en daarvan de medicijnvrouw alles geleerd heb wat man moest kunnen om anderen te helpen. En dat is helemaal in vergetenheid geraken totdat ik, totdat die wond ontwakelte dat ik moeder wilde werden. Ne? En daar heb ik mij toch weer meer verdiept. Biologisch eten, volkoren eten. Ne? Voor mij was het ook belangrijk. Ik wil toch, als ik zwanger word,
will ich haben, dass die Kinder in ein gesund, so gesund möglich Lichern abgrüben. Bin noch extra mit Roken gestockt. Ne? Und war die Kinder und geboren waren, da war es auch so für mich, ja, so ein kleines Lichern, was noch verledig in Entwicklung ist, ja, also den Ohrenstecken hilft. Muss ich denn da all mit Medizinen werden? Hilft das nicht etwas anderes? Unsere Großmutters, ja, die seien auch nicht direkt nach der Arzt durchgegangen. Ne? Der hilft jederin sein Mittelchen gehabt, ob ist denn bei der Bürfrau fragen gegangen, um erstens zu kicken, ob ich jetzt so in der Gräbe kriege. Und das war es dann für mich auch die Rede, um mich stets mehr in die Philosophie von der Naturgeneskunde zu verdippen. Ja, und so ist das ein bei das andere gekommen, weil ich dann halt eigentlich meinen Beruf von gemacht habe. Ja, ja. Ja, bijzonder. Ja, ik kan me nog herinneren, vroeger, je vertelt over oorontsteking. Dan kregen we een theedoek met uien. En die moest dan zo om je oor knopen. En dan ja. Ja, lag je de hele dag met zo'n ui tegen je oor. Maar het hielp wel. Ja, ja. Dat heb ik ook bij de jongens gedaan. Ja, en dat stonk dan heel erg. maar ja, het hielp wel. Ja, allemaal van die alternatieven. Een beetje van die oma's, grootmoeders... tips tegen allerlei ja. Kwaaltjes en dingetjes. En ja, maar dat is, ja, nee, maar dat is, ik maak nu een beetje een grapje over. Maar het is wel natuur, ja, weet je, we zijn natuur. Dus ik vind niet zo vreemd dat je dicht bij de natuur blijft als je, ja, jezelf wil helen, zeg maar. Ja, zo werk ik nog heel veel zelfs met kwark. Bei Verbrandungen, oft bei Verschwickungen. Es kühlt besser als all die Kühlelemente, was wir haben. Es schläut heel mooi an. Und als es komplett abgedroht ist, dann hilft das Licham die äußeren Stoffe abgenommen. Dann wurde die Wohnung aufgefegt und dann ist es gut. Wow. Ich merke, dass. Ich hatte es auf dem Kanten nicht abgeschaut und vergeht in die Deckel helemaal. Fast ob der rein, ich saß auf der Bank, Hund lag natürlich auf der Schot, will mein Kopf Tee inschütten, da fällt die Deckel ab und das hete Wasser hat über meine Hand hin. Mit Hund auf Schot kann ich ja nicht abspringen. Alles heel rüstig, dann habe ich direkt den Quark gepackt, abgedan, ja, eine anderthalb Uhr abgedan, noch eins eben drauf und ich habe helemaal hier Brandblaren gehabt, nichts. Ongelooflijk. Ongelooflijk. Maar dat soort weetjes, ja, die kan je natuurlijk googlen. Maar wij zijn het eigenlijk allemaal een beetje vergeten. En natuurlijk de nieuwe generatie, die is daar al helemaal niet mee bezig. Neemt gewoon een paracetamolletje en dan... of die doet even... Nou ja, wat doe je tegen een brandwond? Ja, onder de kraan houden. Koude kraan. Dan weet ik niet eens of ze dat doen. Van die basisdingen. Die gewoon wel handig zijn om te weten. Ja. Maar goed, ja, jij hebt het uiteindelijk dus, nou ja, daar ben jij dus natuurlijk dan, ja, heel geschoold in. Daar heb je heel veel ervaring mee. En, maar toen werd je zelf ziek. Ik had het jetzt akoestiek niet verstanden. Toen had je, je weet natuurlijk heel veel over die geneeskunde en je, nou, je hebt je daar helemaal in verdiept. En toen werd je zelf ziek. Ja. Dit was, ja, dit kwam echt heel hard aan. Weil op dit moment was het voor mij, ik had het gevoel dat ik als therapeut helemaal gefaald was. Ne? Je werkt met cliënten, je geeft altijd aan hoe belangrijk het is. Goed voor jezelf te zorgen, voldoende rust te nemen. In quasi auch von Meinung, dass ich eine gute Relation mit meinem Lichern habe und dass ich wusste, als ich die Grenze überschritt, ja, dann reagierte mein Lichern alltag mit grippartigen Verscheinzeln. Ne? Kribbel, hustet, also wusste ich präzis, okay, eben Handrem drop, was röst hier an, mach, tun ich damit konfrontiert wurde. Ich war in Abbautraining, um einen halben Marathon zu laufen.
ich fühlte mal ein, nicht top fit. Ja, es war natürlich von heute der böse Untersuch, ich bin abgerufen worden, ich bin da natürlich an. Okay, gut, es kommt mal nicht heute, mach ja mach. Und ich habe da helemaal nicht bei stillgestanden, dass es mei sau overkommen. Und toen ich dann doch zu hören krieg, ja, Frau Frenk, mir hilft Brustkanker, das war so, kann nicht. Das war auch für meinen Mann so unbegreiflich. Das kann nicht, ja, ich lebe eigentlich gesund, ich lebe auf die Gesundheit, ich mit meinen Roken, ich habe Overgewicht. Da sau ich eigentlich Erde mehr verwarten, warum hab ich ja das nü? Und ja, es war so eine Best-Pity-Periode, und da ich echt, ja, der Grund unter den Futten ist mal gewohnt, welche trocken worden. Ja, ja. Es ist dann auch, ja, das Vertrauen in je Licham ab dit Moment. Ja. Ja, ich konnte es nicht schnappen, ne? Echt nicht begreifen. Ja, want dan doe je zo je best, hè? En dan, weet je wel, en dan is dat toch nog blijkbaar niet goed genoeg, zou je denken, ja. Of zo. Tenminste, ja, het is natuurlijk maar net hoe je het bekijkt, hè? Kan ook gewoon natuurlijk je lot zijn en dan is het gewoon wat het is en dan prima. Maar als je inderdaad, ja, vanuit de theorie dat je goed voor jezelf moet zorgen en dat je dan dus ook, ja, dat je lichaam dan ook goed reageert. Dan denk je van, jeetje, maar wat heb ik dan... Dacht je dat ook, van wat heb ik verkeerd gedaan? Ja, ik heb natuurlijk ook naar mijzelf schuldgevoelens die opgekomen zijn. Maar ik gewoon dingen verwijt. Waarom? En voor mij was ook direct, wat wilde ik niet zien dat mijn lichaam met zo'n harde diagnose... ankommt. Was wollte ich in das Verleden nicht sehen? Welche Pein konnte ich nicht an den Ohren sehen? Und das war es auch für mich die Rede, um zu sagen, okay, operate ja, mach Bestrahlung auf Chemo nie, weil da kriege ich noch eine Antwort auf. Mhm. Und für mich ist es dann auch, ja, es seien doch die allerschwarzste, entgiftigste Wappen, die er sein, war ja heute Einblick Urlaub führt, die in ihr eigen Licht haben. Und wir wissen alle, als sie irgendwo Widerstand auf Streit, dann kriege ich auch wieder eine Gegenreaktion. Es bringt eigentlich nicht das gewünschte Doel, dass ja, Genesung herstellt, als sie allein mal bezig sind mit Fechten. Mhm. Ja. Ja, und jij wist, hoe wist je dann, dass je das... Dat je dat niet wilde op die manier, dat voelde je gewoon, of? Dat heeft ermee te maken dat mijn vader aan botkanker overleden is. En hij heeft destijds ja, chemo ondergaan. En voor mij is het meer dan een fase geweest van vegetieren. Dat heeft absoluut niks meer met levenskwaliteit te doen die laatste maanden die hij had. Hij was constant misselijk, moe, aan familieleven deelnemen. Dat was absoluut niet meer in. En voor mij was het zo, nee, dat doe ik mij niet aan. Dat wil ik niet meemaken hoe pap dat gehad heeft. Ik wil levenskwaliteit ook betekenen dan onder omstandigheden maar een paar maanden of een paar jaren. Maar ik wil levenskwaliteit en ik wil weten wat is de reden dat mijn lichaam zo heftig reageert. Wat wilde ik niet zien? Ja. En je hoeft niet het antwoord te geven hoor, want dat is misschien wel heel persoonlijk. Maar wat heb je dat antwoord gevonden? Weet je wat je lichaam niet wilde zien? Enerzijds heeft het daarmee te maken, de tumor zat bij mij boven het hart. En als je naar de functie van het hart kijkt, het hart verzorgt zich op de allereerste plaats zelfs. Bevor da das Blut durch das hele Licham rundgepumpt wurde. Und das war es auch so, dass ich nie, ja, mein eigenes Bedürfnis und Verlangens, die habe ich doch heel vaak untergeschickt an das Bedürfnis von anderen. Ne?
die Kinder. Ich habe 10 Jahre den Mantel, so ich für meine Mutter ja hat, was sei überleben, ist es over hier an mir. Den Mantel, so ich würde schon auch das mir übernehmen. Also ich habe afgelopen 20 Jahre heel veel binnen de familie gezorgd. En dat heeft mij uiteindelijk eigenlijk meer energie gekost dan dat ik energie gekregen heb. Kijk, in de praktijk zorg ik natuurlijk ook voor mensen. Maar ja, dat is voor mij een opkikker. Daar krijg ik energie van. Ne? Als ik zie hoe ze naar binnen komen en hoe ze bij mij weer de deur uitgaan. Ne? Als ik zie, daar is weer een sprankelen in de oren terug. Ja, das ist eigentlich nicht mit Geld zu bezahlen. Das hilft meine Energie gegeben. Das ist dann auch das, was ich nicht wollte sehen. Für mich war es von selbstsprechend. Ich bin auch so ein Stück abgeführt worden, ne, als Frau seiende. Ihr habt für die Sinn mehr zu sorgen und mach klar zu stehen für andere. Es ist so von selbstsprechend gewesen, dass ich da nicht in Frachtteken achter gesetzt habe. Und das ist, weil nach der Diagnose war ich gemerkt, ja, du hast von heel veel Dinge gedroht, aber was habe ich davon heute eigentlich realisiert? Mhm. Ja. Heel weinig, ne? Echt mach ein kleines Stück. Ich habe es heute eigentlich so gesehen, ein Stück kompensiert, um mal in mein Beruf weiter zu entwickeln. Ich sehe es auch achter auf an. Es ist auch ein Stück Therapie, was ich in die 20 Jahre gelaufen habe. Es ist jede Ableitung hilft mir ein Stück persönlicher Entwicklung. Ja, mein abgeliefert, was ich in sich gekriegt habe. Und auch als ich kijk, die Therapieformen, was ich mal in spezialisiert habe, es ist irgendwie von hoher Hand gewohnt, geleitet worden. Ja. Ja. En uiteindelijk heb je het roer nog een beetje omgegooid. Want je bent je nog meer gaan richten. Ja, eigenlijk op vrouwen zoals jij. Die ook met zo'n diagnose te maken krijgen. Dus. Ja, als je het reguliere traject doorloopt. Dann bin ich konstant in Kontakt mit Ärzten, mit der Mama-Care-Verpflegster. Da habe ich eine bepaalde Struktur in. Aber im Moment, als ich da klar bin, stehe ich auch in die Eentje da. Es sind natürlich Lotgenotengruppen, aber ich selbst bin da in dem Beginn auch helemaal nicht naartoe gegaan. Ne? Es war auch so irgendwo, ich wollte mich auch nicht als Kankerpatient sehen. Es war auch so, ja, ich habe allein die Operation unterhand. Der Tumor ist verweigert worden. Die Schneirande waren schon kein Äußerungen. Ich habe es für mich auch heel lang so gesehen. Okay, das sind die wohne Operation, nicht wo derzeit der blinde Darm verweigert worden ist. Es ist nur ja, der Tumor verweigert worden. Und dann, ja, hier machen wir. Ja. Ein bisschen je normale Leben oppacken machen. Auf emotionell Gebiet heeft het doch heel hart injagt. Physik, ja. Muss ich sagen, habe ich helemaal geen Probleme mehr gehabt. Da war ich heel schnell weer boven op. Maar emotionell zijn doch wat langere Nachwehen von gewesen. Ja, ja. Na ja, das kann man das wohl vorstellen. Das ist auch nicht iets, was je in ein Kier verwerkt. Auch das Thema ist nicht hohen Eu, weil je lach für lach abfallen geht. Jedere Kier, als ihr die Energie dafür habt, dann ja, je werden lach deeper danach kijken. Ja, ja. Ja, das ist ein Prozess, das hört dabei, das denke ich auch. Ja, ich dachte auch, hè? Oh, ich bin er best wel snel overheen. Maar ik was nog niet begonnen. Ja. Dat was ook heel grappig. Ja, dacht ik ook van, dit moet ook nog hebben, dit staartje. En het is in mijn geval dan chronisch. Dus dat is ook zo van, ik zie dat als een voordeel. Want ik denk dan hoef ik niet bang te zijn dat het terugkomt. Want ja, het is er nog. Dus, het is maar net hoe je het bekijkt inderdaad. Ik vind het wel mooi die vergelijking die je trekt tussen een blinde darmontsteking. En dat eigenlijk zou je denken van, ja, wat is dan het verschil? Emotioneel is dus een heel groot verschil. Maar het is eigenlijk best raar als je erover nadenkt. Want ja,
Het is gewoon een iets wat er niet goed loopt in je lichaam. En ja, of het nou een tumor heet of kanker heet of dat het een blinde darm is waar een ontsteking in zit. Ja, wat is eigenlijk het verschil? Maar dus emotioneel is het dus wel een groot verschil. Dat dan kanker heet maakt wel dat het veel erger is of zo. Ja, dat vind ik ook het mooie bij de Chinese geneeskunde, ne? Da staat het orgaan eigentlich mehr nicht für de, hoe het funktioniert, da wordt minder nachgekeken, sondern vielmehr het metaphysische, dat je de psychologische aspect davon kijkt. Waarvoor staat jetzt de darm? Ne? Dikke darm, het heeft heel veel te maken met loslaten. Wat kan ik niet loslaten? Is het een emotie? Is het een overtuiging? Ja, interessant hoor, om op die manier naar te kijken, inderdaad. En wat je zei over je hart en dat je dan merkt van dat je eigenlijk misschien nog niet helemaal je hart gevolgd had. En dat je inderdaad veel last op je schouders had van andere mensen. En dat je eigenlijk niet helemaal je eigen pad volgde. En dat dat dan zich daar dan in de uit. Ja, mooi. En dat het interessant is voor mensen om daar meer bij stil te gaan staan. Ja. Oh, veel te makkelijk allemaal. Maar goed, dat is een mening. Ingrid, wat maakt jou rijk? Dat is altijd de grote vraag die ik stel. Ja. Ja, heel interessant. Wat mij rijk maakt? Het is eigenlijk de liefde die je van je familie ontvangt. Wat mij ook een blij gevoel geeft. Ja, als ik heel vroeg met de hond wandel, ja, weet je ziet geen mens. Als de zon opkomt, je ziet de zon tussen de bladeren doorschijnen. Dat maakt mij rijk en ook wat ik aangegeven heb, als ik dan de transformatie zie bij de cliënt, als ik weer die stralende ogen zie, ja, dat ervaar ik als rijkdom. Mm-hmm. Ja, mooi, mooi. En je zei dus straks al dat je heel erg... Even heel iets anders. Nee hoor. Dat je heel gek bent op boeken. Wat is jouw favoriete boek? En waarom? Im Moment is het De Taal van de Gezondheid. Dat is, dat boek heeft Connie Koppen geschreven. Zij is ook therapeut. En is eveneens jaren geleden getroffen worden door borstkanker. En... In dit boek beschrijft zij ook een stuk haar herstelproces. Ne? En bij haar was het wel zo, ze heeft een heel agressieve soort kanker gehad, waar ze aan het begin ook geen chemo of bestraling wilde ondergaan. Haar is het ook gelukt in de eerste 6 weken dat de snelgroeiende tumor gekrimpt is. Maar heeft uiteindelijk dan toch nog de reguliere kant volledig doorlopen. En dan moet ik ook zeggen, van mijn kant uit, pet je af voor iemand die wel dit proces aandurft. Ja. Ja. Dat vind je... Ja. Dat is eigenlijk de reguliere weg. Dat is de weg die de mensen... Ja, dat is de reguliere weg. Ze heeft meer dan 20 jaar de praktijk waar ze vrouwen en nog mannen drin begeleid heeft. En wordt dan net op dezelfde manier zo confronteerd. En dat heeft mij dan ook geholpen om te lezen. Zij heeft hetzelfde probleem gehad. Ne? Angst als, ik ben als therapeut gefallen. Wat ben ik denn nog voor een therapeut? Hoe kan ik nog met mensen werken als het mij zelfs overkomt? Ne? Dat het mij zelfs gebeurt. Hoe geloofwaardig kan ik dan nog overkomen? Oh, ik vind het grappig dat je dat zo zegt. Want dan denk ik juist van...
Ja, maar je hebt ervaring. Dus je snapt, als iemand jouw cliënt snapt, ben jij het. Dat is ook een voordeel. Intussen kan ik het zo ook zien, maar destijds echt, dat was zo. Ja. Ik ben gefaald op alle vlakken. Wauw, wat heftig, wat kritisch ook op jezelf, jeetje. Ja. Ja. Ja, hoe mooi dat je het toch hebt kunnen omdraaien. Want het lijkt me zwaar om het op die manier, ja. Ja, ik heb het wel niet alleen gedaan. Ne? Ik heb mij daar ook psychologische hulp bij gezocht. Ik ben, ik heb ziekteopstelling gedaan. Eigenlijk ja, heel veel dingen. Ik weet eigenlijk gar niet meer. Ik heb de training gevolgd van Henk Franzen. Die is nu heel bekend. Daarom. Ik ben in Deutschland gewoon gezocht, wat kan ik nog doen, hoe kan ik eigenlijk de natural Killerzellen weer aanstärken, ja, ne? Also, het is een mooie zoektocht geweest, met vallen en opstaan, ne? Ik heb ook geld uitgegeven, wat mij heel weinig opgeleverd heeft, en doch gewoon altijd, ja, ik kan door ook moedig het zelfs financieren. Ik weet, dat is de enige mogelijkheid om eigenlijk ja antwoord te krijgen op de vraag, waarom heeft mijn lichaam zo reageert? Waarom heeft het mij zo uitgebremst? Om eindelijk doch ja, meer van het leven nog durven genieten. Mehr dürfen vertrauen, eigentlich wer Angst loslassen. Ich will als Kind sein, ich bin noch so abgegrüht. Ich habe alter gekeken auf mein Gedrag angepasst. Wo start man von davor? Wo pack? Ne? Also, tönt gut gehabt, gehadet mal auch gut. Ich habe mal, das ist mal ein zweiter heute geworden, um gewohnt anzupassen an der Umgebung. Ja. In der Familie. Das ist das Verbannte in der Praktik, habe ich das hele Mal nicht. Mach in das Gesinnsleben, da ist es extrem, die anpassen. Ja, interessant. En mooie zoektocht ook. Ja, ze zwaar misschien ook wel. Maar je zegt van ja, ik heb het niet alleen gedaan, maar dat hoeft ook niet, toch? En al deze ervaring die je nu hebt opgedaan, die zoektocht die je hebt gehad, daar kan je andere mensen natuurlijk super mooi mee helpen. Want je hebt alle wegen bewandeld. Dus je kan ook heel goed mensen, ja, daar denk ik dan in adviseren van, nou, wat zijn dan de mogelijkheden? En dan moeten mensen natuurlijk zelf kiezen van wat ze dan willen. Maar weet je, super mooi. Je hebt het al voorgeleefd eigenlijk. Ja. Dat vind ik ook heel belangrijk. Dat heeft mij ook zo gezien destijds gestoord. Je wordt zo overhoud van informatie, die aber puur vanuit de reguliere kant komt. Ne? Kijk, destijds heeft toch niemand gezegd, als je de chemo doet of bestraling, ja, wat kun je doen om het lichaam te ontgiften? Daar hoort het mee op. Ne? Daar worden we van de ene kant gezegd, het lichaam kan het zelfs opruimen. Maar ik zeg dan altijd, ja, je hebt zoveel stress, het kost je zoveel energie, die accu is bijna leeg, je gaat op reserve. En als die op reserve staat, hoe kan het lichaam dan nog de energie afzwikken om het te ontgiften? Het is daartoe überhaupt niet in staat, dus het heeft eigenlijk hulp nodig om dit oppakken te kunnen. Ja, ja. En da sehe ich eigentlich meine enorme Mehrwerte drin, ondanks dat ich es selbst durchlebt habe, mach wel von euch mein Kennis her, um zu kijken, was hilft das Lichaam nun primär nötig, sodass die besser durch den Prozess hinkommt. Ja, ja, mooi. Daar help je mensen mee. Dus dan kan je een voorbeeld voor andere mensen zijn. Dat ja. En wie is jouw voorbeeld? Heb jij ook iemand die jouw voorbeeld is? Waarvan je zegt van nou, dat vind ik een inspirerend iemand. Kan iedereen zijn.
Es ist nicht eine Person, es sind mehrere Personen, es ist nicht, was eine gemeinschaftliche Nummer ist. Es sind alles Personen, die eigentlich das normale Patron durchbrechen. So mehr der Rebell auf Quereinsteiger. Ja, also kijk, von euch die Pijnbestrijding, das ist von uns Liebsche und Bracht. Er ist von Origine ein Ingenieur, die eine fantastische Technik, auch wer von euch die Fechtkunst, die Basis dabei, es entwickelt hat, um ja, mit ein paar Absprachen, auf, sonst mit einem Konsult, dass ihr viel minder Pein habt. Ne? Dass ihr beinfreie Beweglichkeit dabei kriegt. Erik Schneider finde ich gigantisch. Ich finde es fantastisch, wo er heute legt, wo das Brein funktioniert. Ja, dann ist es auch Robert Schleip. Das ist auch wer jemand, die regulär und komplementär zusammengefugt hat. Und nur eigentlich weltweit der Domain ist auf dem Gebiet von Faszien, also Bindwesel, was auch bei der Palmbestreitung und bei Kankerwehr eine zentrale Rolle spielt. Ja, ich weiß noch meinen Autohausarzt, die habe ich Jahre later. Habe ich bei einer Ableitung geforscht für analytische und psychologische Kinesiologie. Ne? Das ist dann auch wer jemand, die regulär abgeleitet ist, macht dann gemerkt, hilft, ja, ich komme hier nicht weiter als Hausarzt, ich ja werde kijken und dit Jahr ich kombinieren. Ich bin altert, ja, doch meistens diese Experts gekommen, die das reguläre kombinieren mit dem Komplementäre. Ja, ja. Dat is ook, denk ik, wel uiteindelijk de weg. Hè? Want ja. Kan, ja, het is gewoon wat holistischer kijken op alles, denk ik, gewoon goed is. En het, ja, soms kan het, weet je, dat je ook weet van wat zijn de mogelijkheden dan allemaal. Want je kan inderdaad iets met een pilletje oplossen, maar misschien kan het ook op een andere manier. En als je dan weet wat er allemaal kan, dan kan je kiezen van, nou, dit past bij mij, of dit ga ik uitproberen, of ja, weet je. Maar als er dus helemaal geen aandacht aan besteed wordt, of dat het weggelachen wordt van gekke ademhalingsoefeningen, waarom zou ik die doen? En dan blijkt dat het gewoon supergoed werkt. Ik ben wel op zich denk dat wel goed nieuws is dat dat steeds meer, dat er wat breder gekeken wordt. Ja. Ja, waarom ik ook zo verslaafd ben aan boeken, ne? Het is... Kennis vergaren en kijken hoe kan ik het in het dagelijkse leven implementeren. Mm-hmm. Ja, ja. Ja, dat is ook de uitdaging natuurlijk altijd. En wat zie jij zelf als jouw grootste inzicht eigenlijk in je leven? Of wat is een mooi inzicht wat je gekregen hebt? Dat ik op ieder moment de keuze heb om te kiezen. En als ik voor A gekozen heb, wil dat niet zeggen dat ik een periode later dan voor B ga. En dat is ook zo wie bij de chemotherapie. Ik weet veel als ze zeggen, oké, ik ga dat doen. Es sind 20 oder 30 Behandlungen, mach also dann nach der 8. merken, ach ja, es kostet mal so viel Energie, das Licham kann es eigentlich nicht an, um dann auch wer zu dürfen kissen, um zu sagen, nee, ich stopp ermee. Unabhängig, was sie sagen, je muss wollen das Protokoll ja, so viel Bestrahlungen unterjahren, anders wird es nicht. Aber ich denke, ja, bleib nach dem Licham leisten. Und die macht auf jeden Moment, wer ob nü, kiezen, was fühlt sich für jou das Beste an? Was passt bei jou? Da jadet um. Ich denke, die Verbindung, die müssen wir aufrecht halten, auf uns drin in Tränen, dass wir dichter bei uns selbst kommen. Das Licham hilft an, was es nötig hilft. Ja, ja. Und als du dit gekozen hast,
dan heb je altijd het recht van meningsverandering. Ja. Want je kan zomaar in één keer een inzicht krijgen en denken van, hé, maar met dit inzicht zou ik nu een andere keuze maken. Dat is ook altijd heel grappig, ja, van, oh ja, maar je bent toch zo, je kiest toch daarvoor, dit is toch... En dan denk ik van, ja, maar dat was in dat moment. Maar in dit moment vind ik misschien wel, heb ik een hele andere mening. Maar dan, dat mag dan niet. Ja, mooi. Ja, mooie uitnodiging van je. Ik ben het helemaal met je eens. Je mag altijd veranderen. Ja. Ook halverwege mag je gewoon van koersen. Helemaal andere kant op, prima. Ja, ook al snappen mensen het niet. Als jij het maar snapt. Toch? Ja. Ja. We hebben ja niet die ervaring daarvoor, ne? Als we jetzt voor A kiezen, we weten niet wat het ons oplevert. Nee, nee, precies. Nee, dat ervaren wij pas halverwege, of als we onderweg zijn. En als we merken dan, oké, dit pad was niet, is niet het ideale voor mij, het werkt voor mij niet. Ja, dan ga ik die andere kant op. Ja, waarom niet eigenlijk, hè? Ja. Toen ja tegen mij gezegd wordt, oké, als je geen bestraling wilt hebben, dan is een borstbesparende operatie niet de juiste behandeling. En daar heb ik destijds gezegd, oké, dan ga ik dan laat ik de borst eerder nog afzetten. Dat heeft mij echt... Daardoor ben ik nachher ingestort, weil ich nach der Operation zu hören kreis Schneirande sein schon jen Ort sein, dass ich beinahe meine Brust aufgestanden hat. Oh. Im Prinzip nix. Oh. Da fällt mir nur so in, weil es seien viele Frauen, die heute Angst, vor allen Dingen jüngere, die präventiv die Brustlatten absetzen. Für heute Angst, dass es nachher nicht, dann kann es hier nicht mehr zurückkommen. Mach also das Thema, was ja damit zusammenhängt, nicht angepackt wird, dann habe ich die Borste aufsetzen lassen, kriege ich achterauf, ja, ich nur mach dicke Darmkanker auf sonst, die auf Lungenkanker auf sonst iets. Was ist in jouw ogen Veerkracht? En hoe krijg je het? Of heb je het al? Of ik ben er. Ik ben daar een onderzoek naar aan het doen, dus ik denk, volgens mij kan ik die vraag wel aan jou stellen. Veerkracht, ja. Veerkracht heeft eigenlijk ja, in mijn ogen iets te doen met het vermogen aanpassen te kunnen. Mee te bewegen, maar ook weer loslaten. Ne, dat is echt, ja, wie een veer, die kan ik onder druk zetten, tot een bepaald Punt, dann bricht sie, mach ladig los, das Gerät aufmacht dort ein bepaalt Punkt. Und wie viel Wehrkraft jemand hilft, ist eigentlich abhängig, ja, wie voll meine Batterie noch ist. Und habe ich eigentlich einen Bronn, um meinen Akku aufladen zu können. Ja. Und der Akku opladen tun wir im Prinzip durch ja, löke Dinge, von Dingen genieten können. Dasjenige, was uns food, nicht allein macht, das Eten, sondern auch ja, emotionell müssen wir auch gefood worden. Und das fand ich in der Corona-Periode heel erg. Ne? Vor allem die Menschen, die allein waren, auch noch mit chronisch sick. Die emotionele voeding, die is ja dan ook nog compleet weggevallen. Ja. Maar dan, afhankelijk van hoeveel veerkracht je hebt, kan je daar dan wel of niet mee omgaan? Ja, kan je een periode daarmee omgaan, ja. Maar niet te lang. Kan je het leren, veerkracht krijgen? Ja. Okay. Ik wil je in principe of iedereen uitnodigen om je erin te trainen om van dingen te genieten. En voor allen dingen van de kleine dingen genieten. En het makkelijkste vind ik altijd als je kijkt naar dieren. Ne? Ah. Ja, of kleine kinderen, die toveren ons altijd een glimlach op het gezicht. Ja. Ja, ne, als een kind struikelt en op de billen valt,
noch durch die Bewegung, da kommt noch ein Glimmler, mach die Bürt mal so jetzt alt voll Wasser. Ne? Ja, dann schauen wir uns doch. Ja, ja, auch ne, auf die Hand alt voll Wasser, also die Regentief, ach, mitchen nur in den Pfütze Water springen, da das Water so mal spettert. Mein Kleinkind wurde toleriert und du da denn der Vollwassenen sei mir direkt wer an das verurteilen. Kijk mal, was du, die ist die Heck. Nee, ja. Ist mit Plaisir bezig. Ja, Singing in the Rain, toch? Ja. Ik doe het wel eens hoor, een dansje in de plassen. Ik vind het wel leuk. Ja. Maar ja, het ligt een beetje aan hoe erg je het kan schelen wat andere mensen vinden inderdaad. Ja, het innerlijke ja. Kind, die wil ook wel eens wat. Ja, toch? Ja. Beetje keten, ja. Ik ben, ja, heerlijk. Nee. Maar, als je jou echt zou kennen, wat zou ik dan over jou weten? Wacht, ik eigenlijk een heel romantische vrouw ben die droomt. Ik kijk nog heel graag naar schnulzers. Liefdesverhalen, heerlijk. Oh, oké. Okay. Leuk. Romantisch. Nou ja, heel romantisch. En dan komt het altijd aan. Oh, het is zondagavond, schnulzer. Oké. Okay. Ach ja, ich finde das altijd leuk und spannend. Ach ja, relaxen. Okay, okay. Ja, leuk. Leuk om te weten over je. En kijk en luister jij op dit moment? Je had al een boekentip gegeven, maar zijn er nog andere dingen die je heel graag luistert? Of ja, weet ik veel, muziek of podcast of... Ich luister zwischendurch noch nach Podcasts, aber wir hatten es ja eben über Fährkraft mit Energie. Was ich eigentlich mehr will geben, ist dann ein Öffnung, wo je Energie von den Nieren, wo je die ein bisschen anfüllen könnt. Oh. Und es ist sehr möglich, die Reis, die Hände gegen elkaar, sodass sie lecker warm werden. Ja, oké. Okay. Ik doe even mee met je. Ga je even vooraan op de stoel zitten. Ja. En dan leg je de handen, als je de duim op de talie legt, en dan breng je de vingertoppen naar elkaar toe. Dan lig je op de hoogte van je nieren. Oké. Okay. En dan stel je voor hoe die nieren tegen je handen aankruipen. En hoe ze die warmte van je handen opnemen. En dan merk je ook dat je ademhaling rustiger wordt. En dan ga je uiteindelijk ademen via je handen. Je ademt, de nieren ademen via je handen in. En daardoor nemen ze de energie op. En met de uitademing laten ze al de stress, wat ons niet dient, wat ons alleen maar behoudt om datgene te doen, waar we plezier aan hebben, dat laten we dan los met de uitademing. En wie wil, zet daarbij nog een leuke muziek op. En ik vind, die oefening, die kun je bijna overal doen. Ben je onderweg, dan zeg ik nog altijd, oké, als je het niet buiten op de terras wilt doen, ga je even naar het toilet. Ja. Ja. En dan ga je daar even zitten en je nieren even masseren, liefkozen. Het zij denn, je, heb je problemen met de schouders, dann wird es etwas moeilijker, aber dann könnt ihr, ich stehe eben auf, als ihr die Daumen boven die Beugnase legt, in so einem Drehung, ja. Dann liegen auch wieder die Nieren achter hier. Okay.
Na, also das ist eigentlich noch makliger als die Leckerbeuten. Sit relax, der Hand auf die Beug und ihr bin dann in Gedachten mit den Nieren besig. Das funktioniert und, auch. Und dann geef je ze ein bisschen extra Liebe und Energie. Ja. Und was gebeurt er dann? Je System, eigentlich die Sehnenstelze, schakelt over von Stress, von der Overlevingsmodus nach Herstellmodus. Okay, okay. Mooi. Und die sagen, helaas, je wendt auf die Stahn meestal an auf Overlevingsmodus. Es sind so viele Dinge, war bei uns overärgern, was uns Stress hilft, war man over irritiert sein. Und just, ja, wenn ihr all sick, mutten die auf Herstell starren. Het is echt grappig dat je het zegt, want ik doe het heel vaak. Ik heb heel vaak mijn handen daar zo. Ja, zie je, intuïtief. Zit ik even en dan voel ik zo en dan denk ik van, oh, moet even mijn handen daar. En het is helemaal niet zo van, dan ga ik heel hard, maar ik doe al buikademhaling sowieso. Ik mediteer elke dag een uur, dus ik ben daar wel goed in. Maar dat is zo'n soort van, zo'n fijne plek ook om je handen even te doen. Ja. En als ik er last van heb, dan doe ik ook automatisch, zet ik daar mijn handen neer. Want ik voel ze op manieren. Dus ik voel ze wel of niet functioneren. Dit hebben wij meegekregen. Ne? Dat zit in onze genen drin. Als we ons irgendwo pijn gedaan hebben, gaan we met de hand, leggen wij onze hand daarop. Gaan even overstrelen. Ja. Grappig. Ja. Ja, ik doe het niet bewust, maar het is een soort. Maar je zegt het nu zo en denk van, hé, vrek. Ach, dat doe ik inderdaad. Leuk. Nou ja, het is gewoon naar je lichaam luisteren inderdaad. Wat je eigenlijk al de hele tijd zegt. En ja. Wat je dus dan, wat sommige mensen intuïtief al doen. En wat andere mensen nog misschien een beetje kunnen leren. En mooi. Mooie tip. En een mooie oefening om in de praktijk te gaan brengen. Gewoon met enige regelmaat. Even bij de body stilstaan. Ja. Ja, mooi. Mooi. Nou, dus dat, dat is een mooi cadeau voor de luisteraars. En super dankjewel voor dit mooie gesprek en voor de inspiratie. En, ik dank jou. Ik vond het heel leuk om met jou dit gesprek te voeren. En ik hoop dat de luisteraar ook dat ze daar waarde uit kunnen halen. Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast. Mocht je willen connecten of meer informatie willen hebben, dan kan je me vinden op LinkedIn en op Instagram @katkolno. Tot de volgende keer. Ciao.